Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met de familie Aldenstam. Deze mensen zijn namelijk op een hele unieke manier bezig te investeren in de toekomst van het talent van hun kinderen. We praten met Aglaya, om de naam goed uitspreken, Sergio, Jairo en Jewel Aldenstam. We gaan kennis maken. What made is a little Q-Time? Aglaya en Sergio, welkom in Q-Time. Ja, dankjewel. We gaan zo direct met Jairo en Jewel even kennis maken. We gaan eerst even het verhaal horen van mama en papa. Stel u zelf voor, laten we kennis maken met dit deel van de familie Aldenstam. Ik ben Aglaya Leter, de moeder dus van Jairo en Jewel. Als werkende, ik werk bij Terrarica, heel rustig. En ben er sowieso als stimulans voor mijn kinderen. Sowieso. Welke mama, toch? Ja. En papa. Ja. Ik ben Sergio Aldenstam. Natuurlijk ook vader van Jairo en Jewel Aldenstam. En net als Aglaya zijn we samen de motor achter hun om ze te stimuleren. Ja, oké. Okay. Jullie kinderen allebei, als ik het goed van jullie begrijp, hebben toch wel een voorliefde voor zwemmen, klopt dat? Klopt, helemaal. Ja, okay. Vertel ons wat meer. Hoe lang zijn ze al bezig? Waar zwemmen ze? Wat is hun voorkeurslag? Eigenlijk is het vanaf geboorte zijn die jongens gek op water. met de kleuterschool, moesten ze ook vaker gaan om te wennen aan het water. We gingen ook vaker buiten de stad doen. Er was altijd een probleem met ze. Ze wilden nooit uit het water gaan. En we dan besloten om ze vroegtijdig hun zwemdiploma's te laten maken. En bij het maken van hun A en B diploma's was er een mevrouw Liems van Neptunus die ze eigenlijk Jairo als eerste zag. En ze had hem benaderd van, wil je wedstrijden komen zwemmen? Maar hij was wel 6 jaar, dus hij rende naar ons toe. Ja, mijn vrouw heeft gezegd, ik moet wedstrijden komen zwemmen. En wij onwetend dachten van, nee, maar je moet alle diploma's hebben om wedstrijden te kunnen zwemmen. En dus zo zijn we dus gaan verdiepen in het zwemgebeuren. En ze hebben ze dus ook een start gemaakt. In het begin was het heel moeilijk, omdat ze moesten wennen. Ze kwamen pas in de groep aan. Ze zwemmen voor zwemvereniging Neptunus. Ze kwamen pas in de groep aan. Het begin van iets is altijd moeilijk. Ze kwamen niet altijd binnen de top 5, om het zo te zeggen. Maar we hebben dus gewerkt aan extra trainingen. Meer zwemvaardigheden bij leren, bij sturen. En dat heeft dus gemaakt dat ze dus van de bottom, als het ware, naar de top zijn geschoten. In hun leeftijdscategorie. En dat heeft dus gemaakt dat ze dus ook geselecteerd zijn om mee te doen met dus de 26e Goodwill Games in Trinidad. En dat is, ze vertrekken dan 17, of is gepland voor 17 tot en met 23 augustus. Maar de wedstrijden zijn dan 19, 20 en 21 augustus. Okay. Dus we hopen dat het ook live ergens te zien of te volgen gaat kunnen zijn. De Goodwill Games zijn heel erg prestigieuze wedstrijden natuurlijk voor de regio. Dus dat is erg mooi dus, dat ze daarvoor uitgenodigd zijn. Ja, voor dit keer te doen er 7 landen in totaal mee. Die groep van ons Surinaamse delegatie was eigenlijk gepland voor 40 kinderen. Maar helaas vanwege de financiën zijn vroegtijdige aantal afgehaakt. Op een moment liep het ook erop alsof wij zouden moeten afhaken. Want we hebben niet 1, we hebben 2 die het goed doen. Dus de kosten zijn natuurlijk 2 maal voor ons. En dat heeft dan gemaakt dat we zijn gaan zitten en nadenken van hoe pakken we het aan. Want we waren eerst begonnen ook met brieven sturen. En kregen vaak genoeg nee als antwoord. En we dan bedacht van, weet je wat, de wereld verandert. Alles is eigenlijk, het gaat om geld, maar in de meeste gevallen is het voor wat wordt wat. Los van de emotie, ze zwemmen goed,
Iemand die geld heeft, gaat natuurlijk beginnen te denken, ja, wat krijg ik eruit? Of wat, begrijp je, niet iedereen. Je hebt natuurlijk wel een aantal mensen die spontaan, mag niet jokken, spontaan uit support financiën hebben gegeven. En die mensen zijn we natuurlijk ook heel dankbaar. Maar dat komt ook vanwege het feit dat we vroegtijdig zijn begonnen met documenteren. Wedstrijden van ze documenteren, hun levensstijl documenteren, hun trainingen ook documenteren. Want het werd op een moment lastig, of ik ervaarde het als lastig wanneer ik mensen moet zeggen: wanneer jullie nog lekker van de ene kant naar de andere kant op jullie bed draaien, zijn die seance al in het water. Als 11-jarige en 9-jarige. En het is niet gedwongen. Het komt uit zichzelf. Toch? Je hoeft alleen maar in de kamer te gaan, licht aan te maken. En voordat je er binnen 5 minuten, zijn ze al helemaal ready. Alleen maar om te gaan trainen. Ja, heel mooi. Oké, jullie zijn dus aan het fundraisen, eigenlijk een beetje aan het crowdfunden, zodat jullie twee zoons kunnen meegaan naar een Trinidad voor de wedstrijden. Ja, Ja, oké, op hoe? de Surinaamse manier. Ja. Dus we zijn niet echt te crowdfunden op de Surinaamse manier. Ja. Want jammer genoeg hebben we in Suriname een beperkte faciliteit wat dat betreft, het crowdfunding. Als je ook kijkt naar GoFundMe, is het meer gericht op de ontwikkelde landen. Dus wij probeerden op onze manier een soort crowdfunding, GoFundMe iets te organiseren. Ja, oké. En wat is jullie streven en hoe ver zijn jullie nu? Want jullie hebben eigenlijk nog maar een week de tijd. Ja, ons eerste doel was om dat van hun binnen te krijgen. Ja. En het is een bedrag van US 3.218 dollar. US dollar. Wauw. Dat we als ouders moesten Ja. of moeten ophoesten, zodat zij kunnen gaan om Suriname te vertegenwoordigen. Niet alleen voor zichzelf, maar wanneer ze daar staan, staan ze onder de vlag van Suriname. Natuurlijk. Oké. Ja. En Dus hoeveel geld hebben we jullie nu hebben al ingezameld op dit moment? tot nu toe hebben we om en bij 2800 al binnen. Binnen. Ja. Nou, jullie zijn 2800. een sprint Ja. alleen nog eventjes. Ja, Ja, ja. oké, Dus dat gaat lukken. dus hoeveel vandaar, financiën dat? ja, vandaar dat we dus die extra push willen geven om het zo schoon mogelijk af te ronden, dat je niet in een twijfelsituatie zit van lukt het wel, gaat het niet lukken, dus we geven het echt alles om die eindstreep te halen. Mooi, heel erg mooi. Maar goed, luister, het is tijd voor Jamiro en Jewel om even te komen. Zij zijn de Ja, sterren van hier, het ja, ik verhaal. zal even Ja, afsluiten. vakantie op de telefoon natuurlijk, logisch. Zo. Zo, jonge mannen, dus jullie gaan zwemmen in Trinidad, hoor ik hier. Ja. Ja, oké. En hoe vinden jullie dat? Ik vind het leuk. Oké, jullie weten dat Ik jullie moeder vond eigenlijk. het geweldig. Wat zeg je? Ik vind het geweldig. Ja, ik vind het ook geweldig. Ik vind het echt geweldig. Hoe hard hebben jullie getraind hiervoor? Hoe zag jullie trainingstraject eruit? 6 dagen per week. Ja, oké. En ik weet zeker meer dan 1 keer per dag. Ja. En jullie vinden het nog steeds leuk? Ja. Ja, oké. Jullie weten dat jullie mama en jullie papa heel erg hard hun best aan het doen zijn, zodat jullie kunnen gaan. Ja, Ja, ja. oké. Dus wat gaan Ja. jullie doen als jullie in Trinidad zijn? We gaan ons best doen. En we gaan zeker met medailles terugkomen. Echt waar? Oké. Op welke nummers zwemmen jullie? Wat is lager? Vlinderborst, school, hoeveel meter? Alles lager. Alle slagen. Ja. Oké, maar heb je geen favoriete sterke slag waar je het beste in bent? Nee, voor mij niet. Allemaal. Alle slagen zijn mijn sterkste slagen. Doe maar. Confident match. Oké, en ben jij Jairo of ben jij Jairo? Ik ben Jairo. Ik ben Joël. Jij bent Joël. En wat zijn Joël zijn sterke slagen? Of zijn sterke Alles. nummers? Ook Allemaal. alles. Oké, en jullie zwemmen natuurlijk niet in dezelfde leeftijdscategorie. Hè? Jullie zijn in twee categorieën. Nee. Nee, oké, is goed. En, vinden jullie het spannend? Kijken jullie er naar uit? Ja. Oké, is goed. Maar jullie gaan zonder mama en papa, hè? Jullie gaan alleen. Vinden jullie dat niet een beetje eng?
Nee, Oké, nou, papa Sergio, in ieder geval aan gedrevenheid geen gebrek. Nee, we hebben vertrouwen in ze. Het is wel natuurlijk zo geweest dat we de laatste 2 weken vaker met ze bezig zijn om ze mentaal ook erop voor te bereiden. En natuurlijk, ja, ze zijn en blijven je kinderen. En als ouders zou je het wel graag willen meemaken. Maar we zijn ook ermee geconfronteerd dat het meer op internationale standaarden zijn. Dus je als ouder bent niet samen met je kind bijvoorbeeld hetzelfde hotel. En de situatie hier in Suriname verschilt met het buitenland. Hier kan je nog langs het bad rennen en mee supporten. Ja. Maar daar ben je dan op een tribune meters ver. En dan Ja. zou je het dan van achter moeten doen. Ja, oké. Maar ik heb er geloof in. Of wij allemaal samen met familie, vrienden hebben er geloof Natuurlijk. in dat ze een goede beurt zullen maken. En we zetten ook geen pressie op ze. We zeggen ze altijd: het gaat niet om welke plaats je eindigt, het gaat om je tijd corrigeren. Je tijd is je vijand. Precies. Oké, Jairo en Joël, heel erg veel succes toegewenst, ja? Make us proud. No Dankjewel. pressure. Oké, is goed. Aglaya en Sergio, ik zou zeggen, jullie hebben een goede job gedaan. Als ik naar deze twee jonge mannen kijk, het is gewoon prachtig. Hoe zou je ze niet willen ondersteunen? Dus bij deze ben ik blij dat we een steentje kunnen We zijn nog bijdragen. niet klaar. Nee, precies. We Maar zijn nog één niet klaar. sprint Het gaat is lukken. als het goed is, hopelijk is het het begin. En misschien het begin van iets moois, maar het begint en het eindigt met discipline. En daarom is het voor ons ook leuk dat ze zich bezighouden met zwemmen. Want het is een zeer gedisciplineerde sport. Ja, het komt goed. Succes met de eindsprint van de fundraisingsactiviteit. Jullie hebben nog een weekje. Moet lukken. Ik ben blij dat ik een steentje heb kunnen bijdragen aan, of dat wij een steentje hebben kunnen bijdragen aan jullie doel. En we kijken er naar uit en hopen dat het over een weekje gelukt is. Ja, Hartelijk dankjewel. En daarna Hartelijk hou dank. ons op de hoogte. Ja? Ja, Zeker. sowieso. Oké. Want kijk, Afgesproken. voor ons is het alvast een hele eer dat je ons de gelegenheid hebt aangeboden om hun verhaal een beetje daar buiten te zetten. En wat dat is ons doel eigenlijk. Dat men ziet wie Jairo en Joel zijn. Ze zijn te volgen op Facebook. Ze hebben hun eigen Facebookpagina. En we zijn ook begonnen met hun YouTube-channel. Dus men kan op de hoogte blijven. Men hoeft niet altijd te luisteren naar de veelpratende vader. Men kan ook zelf gaan kijken naar wat ze allemaal doen en presteren. Oké, heel erg mooi. Succes ermee. Maar we kijken er naar uit. Met inderdaad zoveel gedrevenheid kan het niet misgaan. Klopt, Ja? klopt. Oké. Ja. Succes en good luck for the Dankjewel. guys. Is goed. Oké, Oké, thank you. Ja, bye. doei. Doei. Wij gaan op
Dat was dus het aandoenlijke verzoek van de moeders Aglaya en Sergio Oldenstam, de moeder en de vader van Jairo en Joel Oldenstam. Deze twee jongens die moeten Suriname gaan vertegenwoordigen op de Goodwill Swim Games over een week in Trinidad. En daarvoor zijn ze aan het crowdfunden. Dus ze hebben ook uw ondersteuning nodig. U heeft de jongetjes gezien. Ze stelen je hart, hoe ik dat verkeerd. Very dedicated. En ze gaan ervoor. Ze zijn ervan overtuigd dat ze het ook echt kunnen. Maar dan moeten ze wel de gelegenheid krijgen. Hopelijk kunt u ook een steentje bijdragen. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. En tot de volgende keer. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.